Leuk. Ik ben een beetje stout, want iedereen was aan het stemmen gaan dat. En ik wil er toch. Maar mijn badje is aan het lopen. Ik kon het gewoon echt niet laten om de lijstjes te laten zien. En omdat ik best wel mooi geschminkt ben, al zeg ik het zelf, dacht ik, we doen dat gewoon nu even. Er komt sowieso nog een volledige live waarin dat ik heel mijn ogen opmaak en dan die lijstjes plak. En... Maar ik wou ze al laten zien, want ze zijn echt super mooi. Dus, er zijn verschillende sets beschikbaar. Dit zijn de Vendredi, de Reusable Vegan and Cruelty Free Lashes van I Am Clean. Deze zitten in de Luxury Lashes Collection Gift Set Box, de Powerful Look. En ik ga je laten zien hoe dat je die aanbrengt. Dus je doet eerst helemaal je make-up. Je zorgt dat je fully glammed bent, zoals ik. Ik weet niet of je me volgt op mijn privé-account, maar daar heb ik gisteren verklapt dat ik helemaal obsessed ben met Fallon en Fallon Her Eye Look. En ik ben dus aan het oefenen om Fallon Eyes te creëren. Voilà. Lashes in de Luxury Collection, Luxury Lashes Collection box die nu in de webshop verkrijgbaar is, zit een set lashes, obviously. Zit een eyeliner, zit een lijmpje en zit een tweezer voor de lashes aan te brengen. Julie zegt, girl pretty. Ja, ik ben aan het oefenen, hè. Morgen ga ik dus de nieuwe kleuren van I Am Clean proberen in mijn Fallon look. We hebben het er nog wel over. Maar nu was ik gewoon even obsessed met de lashes. Heel even let waarom ik zo obsessed ben. Gewoon even tussen de regels door. Vegan lashes die mooi en reusable zijn. Daar heb ik best lang naar gezocht. Ik was een total lash queen tot ik ontdekte dat er heel vaak heel veel lashes gemaakt worden van human hair. En dan heb je dan natuurlijk ook die van mink gemaakt worden. De meeste luxury lashes zijn van mink of human hair. Dat wil zeggen dat de Taliban de haar van de kinderen afknipt en daar wimpers mee maakt. Gewoon om even weer te geven wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat je dat weet. Maar dus vegan, reusable, cruelty-free, human-friendly lashes. Bij die lashes zie je dat er ene kant kortere wimpertjes heeft en de andere kant langer. Die kortere wimpertjes zijn telkens voor hier aan de binnenkant te plaatsen en zo naar buiten toe. Nu, belangrijk dat je wel de lashes op maat knipt, zodat je, zodat dat past bij jou. Daarom dat er ook zo'n pincetje bij zit, zodat je heel gemakkelijk die super mooie lijstjes kunt vastnemen. Het is lang geleden dat ik het nog gedaan heb. Wat doe dan ik dan van een eerste keer gewoon live ermee? Hup, zegt ze. Om die te passen, kan je die heel even op je wimper leggen om te kijken hoeveel dat er te veel is aan de buitenkant. Je kijkt gewoon tot waar dat jouw wimpers gaan. En dan het overschotje. Pak dat even vast en knip je eraf. Dus je moet ze wel echt heel even op maat knippen, want anders dan heb je zo wimper over aan het einde van je oog. Dus ik ga hier zo twee afknippen. Dat klinkt, dat lijkt heel gruwelijk, hè, maar dat is, zo moet dat. De eerste keer dat ik dat deed, was ik ook zo, no, they're cutting my lashes. Maar dat is dus niet erg, hè. Dat is echt oké. En dan kijk je weer of dat die een mooi matchje. Ja, ik heb hier in de spiegel staan, maar ik moet wel een beetje meekijken dat die... Ziet je? En dan zo valt dat gelijk met mijn oog. Ah, ah, every day will be a lash day again. Na, 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 na. Ah, voor zij die stemde op, ga in bad. Ik ga dadelijk, hè. Ik ga gewoon multitasken. En dan die andere knip je gewoon evenveel vanaf, hè. Doe dat voorzichtig. Je ziet zo, die zitten per deeltjes bij elkaar. Dus je kunt die... En je kunt die hoekjes ook nog bewaren, hè. Die zitten zo met partjes bij elkaar. Dus je kunt gewoon mooi even tellen welke partjes. De kortere wimpertjes
aan de binnenkant van je oog. Dus leg die ook gewoon zo voor u. Voor welke kant, welk oog. Alright, and then there is glue. Sorry, ik ben te enthousiast. Ik voel het. Is niet erg. De sets zijn dus verkrijgbaar. Sorry, er staat op het doosje. Trust me, I'll stick to it. De lijstjes zijn dus verkrijgbaar in 4 verschillende sets. Vanaf nu ook in de webshop zijn gift sets. Super leuk om te geven, te krijgen. Gewoon voor jezelf kan ook. Dus deze zitten in de Luxury Lashes Collection boxen. Super kwalitatief van prijs. Voilà, zo gaat dat. Op donderdagavond om 9:15. Nee, vallen heel goed mee in prijs. Normaal gezien, ik denk dat de totale waarde €60 is. En ze zijn voor €49. Dus in de box zit, wat ik net heb laten zien, die eyeliner, lijm, lashes die er klaar liggen en de tweezer. Vind dat een goede deal. En dan zijn er nog 2 boxen waar dat je eigenlijk een totale look mee kunt doen. Waar dat dan ook een lipglossje, oogschaduw bij zit, eyeliner bij zit, etc. Alright, lijm. Oké, je neemt je eerste lash vast met je tweezer. Je knijpt die daar goed tussen. Je hoeft daar niet te voorzichtig mee te zijn, hè. Maar als je daar goed tussen steekt, en gaat dat zo over, ups, dan kun je die heel gemakkelijk aanbrengen. Ik plak alvast. Ja, die plakken nog zo'n beetje van het lijm van het doosje, hè. Maar die lijm van het doosje gaat het niet doen voor aan te brengen. Dus je neemt die vast met je tweezerke. Je hebt je lijm. En je brengt lijm aan op zo de rand van de wimper. Dan. Belangrijk om die lijm heel even te laten drogen, zodat die sticky wordt. Ze zeggen normaal gezien 30 seconden. En dat heb ik zo toch altijd geleerd en gedaan. Ik ga ervan uit dat dit hetzelfde werkt. Je kunt dat ook testen. Hè? Als je bang bent dat het nog te gooey is, dan kun je een beetje op je hand houden. Dus 30 seconden. Heel even laten drogen. Ik ben totaal niet aan het tellen. En dan gaat je die wimper plaatsen eigenlijk helemaal tegen de rand van je wimpers. Ik ga dat wel heel even proberen met de spiegel. Ik weet niet. Ik moet dichter. Je kunt daar je oog voor een beetje omhoog trekken. Dat is wat jij gemakkelijk vindt. En je duwt eerst in het midden. Dus je duwt die eerst goed in het midden. En dan gaat je zorgen dat je de buitenkantjes... Wow, I still got it. Ja, ik ben daar best goed in. Mag ik dat zeggen? En dan duwt je die randjes nog goed aan vast tegen je oog. En dan... Kijk! Sorry, maar hoe mooi is dit? Kan iemand heel even mee blij zijn met mij? Hoe mooi is dit? Ja, Julie, I'm sorry. Ik wou, ja... I don't mean to brag, maar... Maar dus als je dat niet in één keer goed hebt, je kunt dan nog zo een beetje schuiven, nog zo'n beetje duwen. Zorgen dat dat juist zit. Maar als je je lijmpje net lang genoeg laat drogen, dan plakt dat in één keer. En dan kun je nog nadien, als je vindt dat die niet mooi genoeg aansluit, kun je nog altijd met de eyeliner achteraf erop. Maar ja, ik vind... Well. Love it. Dus dat is ene. Ik zal die andere ook heel even doen voor de show, dat je het gezien hebt. Ik ben zo blij. Caroline, als je kijkt. Mijn god. You made my day. Week, month, year. I don't know. Kom, jij mijn lijstjes maar eens plakken. Ja, eigenlijk is het ook gewoon echt easy peasy. Dus ik ga nog een keer laten zien. Als je lijstjes op maat hebt geknipt, dan gaan die sowieso juist passen. Dan neem je die met die tweezer. Zo, goed. Met die tweezer goed vast. Zo, tussen je vingers. Wimper erop. Lijm op de rand van de wimper. En ook gewoon niet bang zijn. Misschien is dat wel mijn ding. Je maakt lijm. Praten gaat niet. Ik ben te enthousiast. Je maakt lijm op de rand
van uw wimper. Ik ga laten zien hoor. Ik ga even kijken dat ik het goed doe. U gemeent dat hem buiten moet. Source Piet. Ha, I love it. Kijk, je doet lijm echt zo op het randje. Dan laat je dat 30 seconden drogen. En dan is het belangrijk dat je die echt eerst eigenlijk in het midden van je oog vastzet. En dan de randjes mee duwt. Ja, ik ga. Ja, ik ben verliefd. Dus, ik hoop dat ik lang genoeg gewacht heb. En wat ik wel handig vind, is dat als je helemaal je make-up gedaan hebt, je wimpers ook al aangezet hebt en dan de lashes aanbrengen, dan hoef je ook nimmer met mascara in die wimpers te komen, want dat is geen goed idee. Dan gaan ze ook minder lang mee, want ze zijn herbruikbare. Dus met die tweezer goed in het midden tegen die wimperrand. Je zet die vast. Ja, voilà, kijk. Ik dacht, nu gaat deze kant niet van de eerste keer lukken. But it did. En echt, als je die lijm lang genoeg laat drogen, dan gaat dat wel goed. Mijn honden komen zich ook moeien. Die hebben gevoeld dat ik zo enthousiast ben. Maar voilà. Zo makkelijk is dat. En dan laat je die drogen en dan you're good to go. Love it! Oké, sorry. Ik ga kijken of mijn bad volgelopen is. En dan mijn wimpers terug afdoen. Tessa zegt, oh my god, dat is toch niet normaal hoe perfect dat je dat kunt. Wel, als je dat gewoon heel even met geduld en een beetje zelfvertrouwen doet, als die op maat geknipt zijn, als je de lijm lang genoeg laat drogen, dan lukt jou dat ook. No worries, iedereen kan dit. Want ik ben de meest onhandige persoon die er eigenlijk rondloopt. So, if you know me, then you know. Ja, zonde om dit er nu af te halen. I know. Maar ja, en ik doe dus ook gewoon mijn bril op. Want onlangs vroeg me iemand, als je dan lijstjes op doet, hoe zit het dan met je bril? Ik doe die gewoon op, hè. Ik ga ze... Maar dan weet ik ook weer dat ik dat morgen vroeg ook kan. In mijn ochtendrush, want ik dacht, oh, als ik dat de eerste keer 's morgens vroeg moet doen, gaat me dat wel lukken. Misschien is het ook leuk om heel even de lippenstiftjes te laten zien. Er is een mini lipgloss en een mini lipstick, beide red lips. Ik ben wel fan van de lipgloss. Ze zitten ook samen in een setje. Moet je even kijken. De Timeless Tempting, denk ik dat het is. Voorkeur. Gloss of lipstick. En dan ga ik schuim in mijn bad doen. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Ik ben kei blij met de wimpers. Ik ga zelfs nog een berichtje sturen. Gloss. Alright, jullie. There we go. Red, red. Hey, het is een hele mooie gloss. Ik heb het niet kunnen laten. Die stick. Ja, lap. Ik kan maar één doen, hè. Ik ga de gloss doen. Ah, 2-2. Oké. Ik ga de lipstick opdoen en daar de gloss over. Ik weet niet of dat mooi gaat zijn, but let's do it. Dus de lipstick is deze. Super mooi rood, timeless. Ja, dat is een klassieker die iedereen moet hebben. Vol spanning, rode lipstick opdoen. Ik heb instant zin in de feestdagen. Dus ja, voilà. Dat is de lipstick. Nu komt lawaai maken. Ja, ik vind hem ook super mooi. Ik weet het nu even niet van buiten. In de Timeless Tempting zit sowieso Uge. Vriend? Wies? Wies? Ja, het is een matte. Maar niet zo uitdroog mat. Hey. Jongens, hoeft niet. Dank u. En ja, het is... Ze vinden dat het te laat is om dit te doen. En dan de lipgloss.
is even mooi rood. Het is nog iets dieper rood. Voilà, dat is lipgloss. Ha! Het zijn super leuke cadeaupakketjes. Moet maar eens gaan kijken op de site. Jongens, het is goed. En daar nog misschien heel even bij vertellen dat als je vanaf 60 euro aan I Am Clean producten koopt, krijg je ofwel zo een strikje, ofwel zo een speld. Ja, die kan ik nu niet in mijn haar, want ik vind het heel mooi. Zo'n speld cadeau. Dus vanaf 60 euro I Am Clean producten aankopen, krijg je een superleuk accessoiretje. Extra cadeau voor de feestdagen, zolang de voorraad strekt. Ja, ga ik dit ook. Ja, dit gaat niet in mijn haar. Ik ga het toch doen. Dat gaat wel in mijn haar. Oké, ik ga nog 4 minuten enthousiasme met u delen. Als je vragen hebt, stel die alsjeblieft. Oké, dus ik ben heel snel live gekomen om te vertellen dat de cadeausets van I Am Clean online staan in de webshop. Met daarbij lashes. Vegan, cruelty free. Long lasting. Herbruikbare lashes. I'm in love. I'm totally in love. ik heb het hier even live opgedaan. Van de eerste keer tjoek erop. Klaar. Als je dat een keer oefent, dan kan jij dat even goed. Mijn honden zijn mee enthousiast. Die hebben gevoeld dat ik te veel energie de wereld in aan het sturen ben. Er staan nog superleuke cadeaupakketten online. Ga zeker kijken. Ze zijn fantastisch. Ik heb nog niet alles kunnen testen. Maar er is een set met de Big & Bold mascara samen met de lash primer. En een eyeliner bij. In een voordeelpakketje. Er is eentje met de lipgloss en de lipstick in een voordeelpakketje. Er is er eentje voor een totale look te creëren. Met oogschaduw, eyeliner, lashes, alles erop en eraan. Dus ga kijken. Bestel je set, want het is zolang de voorraad strekt. En vanaf 60 euro krijg je een strikje of een haarbandje erbij. Ik ben verliefd op de strik. Het is zo waar. Ik ga die gewoon vanaf nu ga ik die in de winkel op hebben. Klaar. En dan, ja, ik heb dus de lashes op vanuit de Luxury Lash Collection. De Powerful Look heb ik gekozen. Maar er is ook een soft look. De wimpers zijn iets minder... Huug? Huugje? Kom eens hier. Die wimpertjes zijn iets minder vol, iets neutraal, iets softer, ah ja, obviously. Maar ja, voilà. Dus dat wou ik komen vertellen. Ik wens je een hele fijne avond. Ik hoop dat mijn badje nu lekker vol is gelopen. En dan ga ik een beetje dobberen. Ik zal dadelijk nog wel wat stories maken. Ik zal ook een foto maken, want dit is echt pretty. En dan zie ik je morgen. Ah ja, misschien ook leuk om mee te geven. Morgen is de winkel open van 10 tot 6. Zaterdag ook. En zondag van 1 tot 5. Dus als je dit weekend zin hebt om kerstinkopen te gaan doen, om de producten te komen bekijken bij mij in de winkel, om mijn enthousiasme in het real life te voelen, dan ben je meer dan welkom. Heb je geen tijd om te gaan winkelen, dan kom gewoon online shoppen. Pakketjes worden morgen vanmiddag verzonden, dus als je niet kan wachten met die lijstjes op te doen zoals ik, dan bestel vanavond nog en dan komt het morgen jouw richting. Alright, fijne avond! Bye bye!